geen paniek. Want wat weten we nou eigenlijk? Ja, er wordt van alles wordt er verteld op televisie en op het internet en op de radio over wat er nou allemaal precies aan de hand zou zijn. Maar ondertussen heb je dus een hoop deskundigen die zeggen van rustig aan, niet zo hysterisch. Want zoveel lijkt er nog niet aan de hand te zijn. Het sterftecijfer, zegt president Trump ook, het sterftecijfer in vergelijking met influenza, de gewone griep, valt nogal mee. En als je dan John Rappaport erover volgt, en die schrijft al jaren over dit soort zaken, dan stelt hij, dan zegt hij, de CDC, dus de Amerikaanse RIVM zou ik maar zeggen, de CDC die gooit longontsteking en influenza, griep, op één hoop en noemt dat longontsteking en influenza. Ja, waarom doen ze dat? Omdat als je echt gaat meten, vertelt John, dan blijkt het nog wel mee te vallen met die griepgevallen. Dan zijn er echt niet zoveel mensen die werkelijk griep hebben. Alleen die testjes zijn sowieso duur. En daar hangt een hele industrie achter. En die willen gewoon die griepprik verkopen. Dus als je zegt van ja, maar wat, het is jaarlijks in het griepseizoen dat een heleboel mensen longontsteking krijgen. Ja, wat is dan nog het fundament voor het geven van griepprik? Dus daar hebben ze even geen trek in. En de CDC zit zelf ook in die markt. Ja, dat is. Nou, Jor Rappaport, die volgt dit dus al jaren. En die zegt, het is vaak gewoon een kwestie van dat ze een iets anders, wat ze in verlegenheid brengt, dat ze dat met het virus kunnen toedekken, afdekken. Dus je had dan, hoe lang terug was het? Zika in Zuid-Amerika, een paar jaar terug, met die, dat was dat virus weer, wat dan door muggen werd overgebracht, waardoor de kinderen geboren werden met van die kleine hersenen, dus die platte hoofdjes en zo. Dat viel toevallig samen met het uit de markt nemen van een bestrijdingsmiddel, wat in andere landen al lang verboden was. In Zuid-Amerika nog niet. En de Mexicaanse griep is ook allemaal wel heeft ook allemaal wel meegevallen. Nou, dus die Jon Rappaport die volgt dat al langer. Dus ik volg hem dan hierin. Nou, hij gaat een beetje mee met wat sommige mensen ook al zeggen op het internet. Dat is, in Wuhan is als een van de eerste steden ter wereld is in eind 2019 is begonnen met 5G straling. Dus zendmasten, 5G technologie. En daar valt iets samen, want 5G, als je kijkt naar, even mijn hoofd, dat is 60 gigahertz. Op die frequentie, daar is zuurstof gevoelig voor. Dus die kan die straling absorberen en dan wordt het voor ons lichaam weer moeilijker om zuurstof op te nemen. Dat verhaal, ja, het zou kunnen. En Jon Rappaport die zegt van, het zou kunnen, maar ja, hij weet het zelf ook niet. Er wordt iets toegedekt, ga daar maar vanuit. We worden voorgelogen. Oké. Dan heb je nog het verhaal van, in Wuhan zit een laboratorium voor biologische oorlogsvoering. Dat schijnen ze nog niet zo lang te hebben in China, maar ze hebben het voor elkaar. Het is een bepaalde klasse. Dat is alleen voor het allerergste. En het allerergste is biologische oorlogsvoering, dat soort spul. Zouden ze daar hebben? Er zijn ook mensen die hebben Chinese studenten. Of een Chinese student, eentje daarvan, die was luitenant bij de Chinese landmacht. Die heeft spulletjes meegenomen van Boston. Ik geloof ook ergens van Canada. Nou ja.
In Amerika, Noord-Amerika, Canada en de VS zitten ook dit soort laboratoria, want ze zijn zeldzaam. En dus die Chinese student die zou dan spulletjes meegenomen hebben. Gesmokkeld. Ja, dus daar is een Amerikaan ook voor aangepakt dat hij dat allemaal heeft toegelaten. Maar ja, dat borduurt allemaal maar voort op het idee dat er überhaupt een virus is. En dat weten we ook niet. Er wordt gezegd dat die mensen die het hebben, die vallen ineens, vallen ze neer. En er is een verpleegster, die maakt ook een filmpje, die zegt van, dat hebben we nog niet eerder gezien, nergens bij. En dan gaat het ook om een droge hoes, terwijl, als je dus besmet bent met een virus, dan krijg je juist dat de slijmvorming, en want je lichaam, die gaat er iets mee doen. Maar als het iets anders is, meer, nou, misschien chemisch of door straling, weet ik veel. Dan zou je zo'n droge hoest kunnen krijgen. Bij chemisch kun je ook gewoon slijmvorming krijgen. Als je iemand in de fosgeen zet, dan stik je in zijn eigen slijm. Dus, in dat Wuhan, dat zegt John Rappaport, is de luchtkwaliteit ook super slecht. Er worden daar hele smerige activiteiten verricht. En zo'n Chinese overheid, die wil niet in verlegenheid gebracht worden. Dus ze maken er wel een verhaal. En daar is dan de Wereldgezondheidsorganisatie en de CDC, als ze daarbij een handje wil helpen. Nou, dan is dat heel erg welkom. En daartoe zijn ze wel geneigd. Die twee organisaties, CDC en Wereldgezondheidsorganisatie. Dus er zijn nu geen vluchten naar China. Maar het vreemde is, er zijn nog wel vluchten naar Afrika vanuit China en terug. Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie was Margaret Chan, een Chinese. En is nu een Afrikaanse meneer. Maar in Afrika wordt nog niet zoveel melding gemaakt van coronavirus. Wat is het? Er wordt ook over gesproken dat het misschien een rassenspecifieke virus is. Een racistisch virus. Ja, dat zou allemaal kunnen. Ik bedoel, het idee bestaat al langer dat je dus virussen maakt die specifieke groepen, specifieke rassen aanvallen. Daar waren ze in Zuid-Afrika destijds al mee bezig. Daar is weer een ander filmpje over. Wat je via Corbett Report kunt vinden. Ik zet het er wel onder. Maar dus kortom, we weten nog niks. Wat we wel zien is, er zijn een aantal mensen die zijn gaan hamsteren. Nou ja, hamsteren, dat klinkt natuurlijk heel negatief. Maar je voorbereiden op de hysterische reactie van alle andere mensen. Want de media is bepaald niet rustig. Er zijn in veel landen politici die slaan ook helemaal op hol. Dus daar hebben we denk ik het meeste van te vrezen. Dus je voorbereiden is niet zo gek. Maar weet je, als je een beetje verstand hebt, dan heb je het wel zien aankomen dat op een gegeven moment een keer de pleuris uitbreekt. Dus dan heb je je 10 kilo bruine bonen, die heb je al klaar liggen in zakken met rijst en water en vitamine C. En God, dat zijn al van die handige dingen om te hebben. Nou, die lijstjes die vind je ook gewoon op het internet. Hè? Die kun je gewoon ook downloaden, dan weet je wat je moet halen. Alleen als je daar nu nog mee begint, is het wel een beetje laat. Nou, heel grappig en onverklaarbaar. Die berichten van mensen die dan uitgebreid wc-papier gaan hamsteren. Nou, het geluk is wel. Is het geluk of is het toeval? Of is het expres? Wc-papier is bij een heleboel supermarkten nu in de aanbieding. Dus ik denk van, misschien is het wel een complot van de hygiënepapierindustrie, dat hele corona. Maar jij...